Voor de stad Den Haag is sporten enorm belangrijk. Het is natuurlijk in eerste instantie gewoon een heel belangrijk middel om gezond te zijn, gezond te blijven. Sport is een middel dat mensen samenbrengt om samen ergens je schouders onder te zetten. Laat jou voorop vallen. Als je ziet wat we in de afgelopen 15 jaar hebben bereikt, dan kan ik daar natuurlijk alleen maar heel erg trots op zijn. Vijftien jaar geleden zijn wij alle twee begonnen bij WCH. Ja, ik werkte bij de HTM als trambestuurder. En ik deed in het centrum vrijwillig voetbaltrainingen geven. En daar ben ik benaderd door de gemeente Den Haag om na te denken over de toenmalige functie jeugdsportcoördinator voetbal. En WCH zat toen al op de Torbeckelaan. Ik werkte daar als sportconsulent. En bij aanvang hadden wij iets van 15 verenigingen volgens mij die wij ondersteunden. Ja, dat was voor mij ook pionieren, want zoals je wel weet was er toen niet echt een kantoor of iets waar we bij elkaar komen. Je moest echt het allemaal een beetje zelf uitzoeken. Op het moment dat jij erbij kwam, heeft dat natuurlijk vorm gekregen. Kijk, daar staat hij. Dat is de eerste locatie waar we begonnen, 2008, 2009. Achtste verdieping. Even de fiets neerzetten. Even de fiets parkeren. We hebben hier 8-9 maanden gezeten. En in die 8-9 maanden was je hier alleen eigenlijk als we overleg hadden. Ja, ik ben hier echt 2 keer geweest. Ik weet nog dat jij op de club kwam van Hassan, waar ben je allemaal precies mee bezig en hoe kunnen we dat meer structuur bieden? Ja, dat was in het begin was dat lastig om de clubs ook zeg maar, dat gevoel te geven van we kunnen echt iets betekenen voor jullie. Toen ik het allereerste contact met BMT maakte, daar heb ik die vraag ook neergelegd, waar hebben jullie behoefte aan? Ja. En dat was vooral van ja, we willen onze trainers naar een hoger plan krijgen, we willen meer leden. En dan was het van, nou, hoe gaan we dat dan doen? En ik denk in het begin had ik het gevoel dat de club dacht van, nou, we hebben iemand van de gemeente en die gaat het voor ons doen. Zoek het maar uit. Zoek het maar uit. Ja. Terwijl ik hem echt terug heb moeten kaatsen van, nee, dit gaan we samen doen. Ja. Want jullie zijn daarin heel belangrijk en misschien wel de belangrijkste factor. Want het moet breed gedragen worden. Ja, ja dat heeft wel tijd gekost om dat voor elkaar te krijgen. En dat is denk ik goed gelukt, omdat ze ook zagen dat het goed werk was wat sportcoördinatoren, jeugdsportcoördinatoren ook op de clubs verrichten. Ja, en vanaf dat moment zijn we aan de slag gegaan om daar meer structuur in te krijgen, dat iedereen op de club hetzelfde ging doen. Ja. Hier bij Jack de Viskraam, daar zijn we op vrijdags altijd vis gaan eten. Kijk, daar staat hij hoor, Captain Jack. Maestro, wij zaten hier altijd boven in het gebouw. Wij kwamen hier vrijdags altijd een visje halen. Stan, die komt hier nog 2 of 3 keer in de week, geloof ik. De korfballer. Ja. Ik lust wel een broodje makreel, alsjeblieft. Ja, dan ga ik mee met Hans. Ja? Ja. Nostalgie, ja. Goed broodje, Hans. Heerlijk. Vrijdagmiddagbroodje. Zullen wij zo naar de Abrikozenstraat lopen? Ja, en daar ook wel een mooie herinnering op halen. Dat is een goed vervolg. Ja, toch? Zeker. Nou, eten we gauw dat broodje op. Ja. Bedankt. Ja, Jack. Hoi, hoi. Dag. Kom nou, joh. Je ziet ze overal. Je ziet ze overal door de stad. Ik zie opeens 6 handen heen en weer gaan. Ik denk, moet eens even kijken. Want... Dit is nostalgie, Nathan. Nostalgie? Waarom dan? Dit is ons oude werkkantoor. Oh, ja, we gestart. Torbeckelaan, heb je verteld, ja. Ja, ja. Ik dacht dat dit zo'n huisje was. Dus, nee, dat was het kantoor van de GGD. Ja. Oude WSH-kantoor waar we gestart zijn. Dat is natuurlijk gemeentegebouw vroeger, hè? Ik heb daar mijn pikken laten zetten. Dat klopt ook, ja. En jij bent op weg naar? Hellas. Of course. Oh, het handbaltoernooi, gaat dat gewoon door vanmiddag? Nou, het gaat voor 10% door. Okay. Wat binnen is, gaat door. Okay. En buiten is alles afgelast. Okay. En dan hoop ik dat het met bakken uit de hemel komt. Ja, want anders heb je een verkeerde beslissing genomen. Kijk uit, hè. Dag, Nathan.
Hier is het dan, hè? Ja, we zijn hier bij het pand. Heb jij nog de sleutel, Hans? Nee, ik heb geen sleutel mee. Dan kunnen we naar het achterdeurtje. Nee. Ja. Mooi. Even naar het achterdeurtje. We gaan even naar het achterdeurtje. Ja, de vermaarde plek waar we onze wintersportborrels organiseerden. Dat was natuurlijk hier zo. Het bijzondere van dit pand was dus dat wij eigenlijk anderhalve etage hadden. De hele begaande grond. En dan moest je met de trap naar de tweede verdieping toe. En daar hadden we onze flexkamer en de vergaderruimte. Dit was echt homebase. Ja. Nou, en dat was ook de tijd dat we natuurlijk echt een professionaliseringsslag hebben gemaakt. Hè? Dus... Ja, zeg dat wel. De volgende regel, als je op de grond ligt, dan moet je de bal loslaten. Toen ik in het begin in aanraking kwam met WSTH was het natuurlijk een kleine groep. Ik kende daar wel de mensen. Maar wat voor mij heel erg belangrijk is, is dat ze ongelooflijk goed zijn in professionaliteit. Professionaliteit is ook een van hun kernwaarden. Ja, en dat zie je gewoon dat die organisatie zich ook doorontwikkeld heeft. En dat zie je ook terug op hun, en gedurende hun activiteiten. Ja, dit is hem. Ja. Oh, fantastisch. Wat mooi. Richard Krajicek wint Wimbledon 1996. Fenomenaal. Grandioos. Dit is wel een bijzondere plek, moet ik zeggen. Als je teruggaat naar 1996, hè, het moment dat Richard Krajicek Wimbledon wint en we gaan een huldiging doen. En dreamed of one day holding this magnificent trophy. Ja, daar is het een beetje mee gestart, die hele Krajicek Foundation. En dan wilden we ook plekken hebben waar kinderen konden gaan sporten. Een speelplek à la de Bronx in Amerika, waar het ook zeg maar uit geïnspireerd is, hè, de playgrounds. Waar je mensen s'avonds laat, een beetje schimmig, een beetje verscholen zag sporten. Dat was ook deze plek hier. En dat was, in die tijd was dat wel... Ja, dat had iets. Dat had iets speciaals om daar te zijn, om daar te bewegen. Maar het was verscholen, het voelde niet heel veilig. Ja, en dat zijn wel de momenten geweest dat er werd nagedacht over betere sportvoorziening voor kinderen. Meer toegankelijkheid creëren. Meer groen brengen in de playground. En je ziet nu een plek, ja, die ademt openheid, die ademt veiligheid, die ademt groen. Er zijn wel mooie momenten die we kunnen terughalen van situaties waar een locatie, een playground, dus super onveilig is. En die we door onze inzet, de inzet van onze mensen, dat weer sociaal veilig is geworden. En dat is wel een geweldige ontwikkeling in al die jaren dat je zo bent gestart en uiteindelijk op dit soort plekken nu staat. Waarvan we zeggen, ja, dit is de trots van Nederland hier, bewegen kinderen. Hier gebeurt het en hier ligt de basis voor heel veel kinderen. Je krijgt een boog, je krijgt een masker, die zet je op, hè, voor je eigen veiligheid. En we hebben natuurlijk de pijlen. Eén belangrijk ding, die helm hou je constant op. In het begin was dat nog wel even zoeken, omdat niet iedereen het zo hetzelfde instond. Nee. Iedereen was gewend op zijn plein een eigen invulling aan te geven. Ja, toen zijn we eigenlijk gaan kijken, zijn we eigenlijk gaan downsizen. Van, we zoeken dus mensen die eigenlijk uit deze wijk komen. Die misschien wel verdienen om een opleiding te krijgen. En kunnen we die dan niet naar een opleiding sport en bewegen sturen? Nou, dat was eigenlijk de start van de eerste scholarshipper. Wij betalen je opleiding. Wij zorgen dat je een opleiding sport en bewegen gaat doen. En jij kan dan op deze playground kan je dan zeg maar je studiegeld terugverdienen. Kijken jongens, dan gaan we even de teams maken. Kom even bij mij staan. Kom even erbij, telefoon in je zak nu. Je merkte dat je hier studenten kreeg
die hierachter wonen, die op het plein wonen, die de kinderen kennen, die de straattaal spreken, die snappen wat hier gebeurt in deze wijk, die de cultuur kennen, die gaan proeven hoe je met kinderen om moest gaan, die broertjes, zusjes en neefjes en nichtjes hier hebben spelen. En dat zijn mensen die, ja, die hadden hier aanzien. Die hadden hier gewoon aanzien. En die kregen dus dingen voor elkaar die eerder met andere mensen niet gebeurden. En dat was, laat ik zeggen, het belangrijke stapje, het belangrijke linkje wat wij wilden maken. Ga naar mensen op zoek die enerzijds een kans verdienen om zichzelf te ontwikkelen middels een opleiding. En anderzijds zo belangrijk kunnen zijn voor de wijk. Nou, dat was eigenlijk het scholarship. Dat waren die mensen die dus hier al woonden. Het is vooral echt de wijk samenbrengen. En ja, wat ik het mooiste eigenlijk vind van mijn werk is om kinderen ergens in beter te maken en eventueel door te sturen naar een vereniging. Dat vind ik het mooiste eigenlijk wat een buurtsportcoach kan doen. Want veel kinderen zijn gewoon onwetend of ouders zijn onwetend. En sommige ouders zien eventueel ook niet de kwaliteit van een kind. Die denken voetbal is natuurlijk sport nummer 1. Maar een kind kan bijvoorbeeld heel erg goed zijn in honkbal. En dat weet je niet omdat je het eigenlijk nooit uitprobeert. En dat kan je hier wel. Dus ja, dat vind ik wel heel erg krachtig. Ze hoeven niet gelijk op voetbal, maar ze kunnen ook in aanraking komen met tennis, andere sporten, hockey. Ja, en daar doen de jeugdsportcoördinatoren van WSDH, die doen echt heel veel goed werk. Ik denk als je heel veel kinderen over 40 jaar vraagt, noem eens een heel belangrijk persoon die voor mij iets betekend heeft in mijn leven, dat ze echt wel kunnen teruggaan naar dit soort plekken en dan hun eigen sportleider aanwijzen, omdat dat, ja, net de manier is geweest om even iets te raken bij een kind, even iets te veranderen bij een kind. Keeper missen. Keeper. We vergeten het wel eens vaker, ook ik soms in deze huidige rol, welke impact je maakt op een kind. Als je dat op een goede manier stimuleert, maar ook het vertrouwen geeft, ja, dat blijft wel hangen bij kinderen. Mooie Zuiderpark. Mooi man. Ons vertrouwde Zuiderpark. Hey man. Hey Job. Goed jullie te zien. Mooie blus man. Hoe is het? Ja, goed. Dag vol nostalgie hè vandaag. Ja, we hebben echt een ontzettend leuke ochtend gehad. Wat hebben jullie gedaan? Nou, we zijn langs de oude BSA-locaties geweest. Vissen gegeten bij Jack. En wat meegenomen nog? Nee, helaas. Ja, die vis die moet snel gegeten worden. Oké. Ja, en dus nu teruggekomen op onze huidige locatie, de Sportcampus. Mooie bus, hè? Nou, wat ik mooi vind, eigenlijk het allermooiste vind aan deze bus, dat is onze praatplaat. Dat is eigenlijk een illustratie van onze missie en visie. 2020 tot 2026. En daar komt eigenlijk alles in terug. Ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om het kind. Daar doen we het allemaal voor. En het mooie is dat we dat allemaal doen in onze stad Den Haag, die je hier ook op de achtergrond ziet. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Sinds 2017 is dit onze thuisbasis. De geweldige sportcampus in het Zuiderpark. Sporthart van Den Haag noemen we het ook wel. Het brengt heel veel initiatieven samen. Het is onderwijs en sport en topsport. En het is een plek die wat mij betreft ook mag uitstralen van kom in beweging, maak er wat van. En ja, dan is het gewoon natuurlijk ook het gebouw dat het uitstraalt in een wijk van Den Haag Zuidwest, wat dat gewoon goed kan gebruiken. Dat is elke dag weer een enorm voorrecht. Een organisatie die elke dag wil werken aan Sportstad Den Haag, die kan niet op een betere plek zitten dan hier in de Sportcampus Zuiderpark. Hier zitten onze teamleiders. Dag mannen. Hier zit de administratie, team marketing. Hey Joop. Hoi, hoi. Dag Anouk en Cuba. Toen ik in 2020 begon als directeur bij WSDH, toen wist ik zeker waar ik aan begon. Het werd me wel vaker gevraagd op dat moment. En dat had natuurlijk alles te maken met die vaste samenwerkingsovereenkomst die de gemeente met WSDH had. En die door de gemeente werd opgezegd, omdat dat niet meer paste in een vrije marktsector. De gemeente was op dat moment onze enige subsidieverstrekker. Dus dat betekende dat op het moment dat die samenwerking stopte, dat ook die subsidie zou stoppen, in het WSDH in feite zou stoppen te bestaan. We zijn nu een aantal jaar verder.
En ik kan gelukkig zeggen dat het goed is gekomen met die subsidies. Ik denk dat het grootste verschil is dat we veel meer vanuit één team zijn gaan werken. Dus we bekijken onze uitdagingen als één team. Er is een goede integratie tussen bijvoorbeeld de streetsportafdeling en de afdeling verenigingsondersteuning en naastschoolse sport. We helpen de doelgroepen aan het sporten. Op pleintjes, bij verenigingen. En dat helpt aan de doelstelling van ook van de gemeente Den Haag om iedere Hagenaar aan het sporten te krijgen. Jammer, mooie beweging. Wat ik belangrijk vind aan de combinatie van die portefeuille is dat het binnen het onderwijs dat er aandacht is voor bewegen. Dat er naschools aanbod is. Dat we activiteiten organiseren om ook na te denken van hoe kunnen we de jeugd, hoe kunnen we voorkomen dat jeugd in bepaalde zorgvragen terechtkomt. Maar gewoon het preventieve al eerder. Nou ja, dat zijn allemaal denk ik de doelen die WSDH in de praktijk brengt. En die ik als wethouder van de gemeente Den Haag gewoon ontzettend belangrijk vind. Oké, jongens, we gaan beginnen. Je mag me zo even wisselen. Ja. De medewerkers van WSDH zijn gewoon op de club. Die zitten in de haarvaten van de club. Ze kennen de club, ze kennen de mensen en ze weten ook precies wat er speelt. En ze zijn daarmee ook een verlengstuk van het bestuur, maar ook van de diverse commissies. En ze tillen echt de club naar een hoger niveau op de onderdelen waar zij betrokken bij zijn. Iedereen wil dit zijn. Dat is een beetje moeilijk voor mij, omdat ik wil ook kans geven voor iedereen. Ja. Ik denk ook dat dat gewoon moet en kan op deze leeftijd, dus een beetje roleren. Dan leren ze ook alles wat van, hè? Want als je alleen maar gaat aanvallen, leer je misschien minder goed verdedigen. Toen ik hier begon was het niet heel duidelijk eigenlijk wat een sportcoördinator doet. Toen was ik meer gewoon extra handjes, extra trainer en nu is het na zoveel jaar veel duidelijker wat ik doe. Ik geef geen training meer. Ik ben echt de ondersteuning, de extra ondersteuning, professionele ondersteuning vanuit de WSDH gemeente bij Haag Atletiek. Wouter, willen jullie hem dadelijk dan verdelen, die groep van Petra? Waar hij werd gebruikt als zijn, ik heb geen trainer op de baan, kun je even helpen? Zet hij meer de lijnen uit van hoe de trainers elkaar kunnen helpen? En ook echt daadwerkelijk ook voor die trainers er zijn als zij vragen hebben. En ik denk dat dat wel een hele grote verandering is. Dat hij veel meer ondersteunend bezig is. En die ondersteuning kan hij gewoon aan de hele vereniging bieden. Dat is denk ik waar het verschil kan gemaakt worden. Als de clubkader, coach, trainersbegeleiding ook daarna aanwezig blijft tijdens de training. Want je bent aan het opleiden of het nou pedagogisch of technisch voor wat hier gebeurt. Ook daadwerkelijk bezig zijn met die trainers. Ik denk dat het belangrijk is dat je het intern met elkaar zo organiseert. Dat dat vervolgens extern in al je uitingen, in alles wat je doet, in hoe je afspraken nakomt, et cetera, hoe je verantwoording aflegt, dat je daarin ook je professionaliteit uitstraalt. En ik denk dat die stap, dat het wel bijzonder is dat ze die gemaakt hebben. En dat je nu kan putten uit ongelooflijk veel professionals die op vele plekken in Den Haag actief zijn en die daar echt van waarde zijn. Tegelijkertijd blijven we sporters, blijven we ambitieus, stellen we doelen, willen we beter worden. Maar ik denk dat het ook goed is om met elkaar te zeggen wat er goed gaat en dat ook vooral goed te houden. Ik denk dat we ons ontwikkeld hebben tot een zelfstandige, professionele en toekomstbestendige organisatie met een hecht team waarin het fijn werk is en waar je onderdeel van wilt zijn. En uiteraard met onze partners te blijven werken aan die sportstad Den Haag. Aan die sportstad Den Haag. Sportstad Den Haag.